eens kijken hoeveel mensen er allemaal gekomen zijn. Hoeveel visite er in groep 1, 2, B is. En het begin van de dag is heel erg gezellig met elkaar. Want het is een klein feestje voor Bobby. Mag ik eens kijken, Bobby? Er zijn fotografen ook op school. En die meneer die daar zit, achter de Nobel, die is al aan het filmen. Zo speciaal is dat. Er is ook iemand jarig. En die is dit jaar nog niet op vast, want je kan hem nog niet aan hem zien, want hij wil zo niet op de kamer komen. Dat is daar, ja, daar zit hij. Dat is daar. En straks als we feest gaan vieren, Dani, dan zeg je, we moeten bij ons weg. Want Bobby is niet alleen gekomen. Er zijn nog heel veel mensen voor jou, hè? En ja. Goedemorgen, juf. Goedemorgen, rector. Goedemorgen, ouders, opa en oma. Deze school die doet mee met het programma. En het programma is bedacht om jullie goed en veilig te leren fietsen. Van huis naar school. Een heleboel kinderen hebben meegedaan. Kleine kinderen of kinderen van jullie groep, hè, zoals Bobby Lee. En misschien zijn er nog wel meer. En ook grote kinderen uit groep 5 of 7 of 8. En die hebben allemaal meegedaan om op de fiets naar school te leren gaan. En volgens mij heeft Bobby Lee dat al 3 keer gedaan, en misschien wel vaker. Woon jij ver weg? Die kant op en dan? Die kant op en dan. Je ging wel met mama op de fiets? Ja, okay. Met de Oké, dan ging dat goed, het fietsen naar school. Ja. Vind je dat fijn? Ja, er zijn natuurlijk heel veel kinderen misschien ook wel die met de oplopen van school komen. Er zijn ook wel kinderen met de auto naar school. Wij vinden het eigenlijk wel heel belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk met de fiets naar school komen. Dan moet je dat wel leren om goed te doen. En om voorzichtig te zijn en goed op te letten. Dat heeft even tijd nodig om dat te leren. Maar Bobby Lee heeft dat gedaan. En alle kinderen die in deze gemeente en in andere gemeentes hebben meegedaan met naar school fietsen. Is er een wedstrijd van gehouden en er is een verloting geweest wie een fiets gewonnen heeft. En van alle kindjes in Voorburg en in Leidschendam die hebben meegedaan, is er 1 kindje die de fiets gewonnen heeft. En dat is Bobby Lee. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Dat vind ik heel fijn voor je, want we hebben hier een hele mooie fiets. En die mag ik nou aan jou geven. Vind je het leuk? Wauw!